Sterke mannen halen een bijzonder testvliegtuig uit een hangar op vliegveld Hogeveen. Met deze Antonov 2 uit de jaren 70 gaat nieuwe brandstof getest worden. Een combinatie van biobrandstoffen met waterstof. En dat zelfs kunnen betekenen dat we over een jaar of 2 tot 10 voor een deel op water vliegen. Wanneer moet ik eens trekken? Bedrijven uit Noord- en Oost-Nederland werken nu voor het eerst samen om deze droom te realiseren. En wij zijn ook compleet nieuw gaan denken. Zeggen, hoe gaan we nu energie ontwikkelen en kunnen gebruiken? Dat hebben we 2 jaar geleden opgestart met Delfzijl, BM Shent. Hebben we hun methanol gebruikt in ons proces. En we zijn in 2010 met dat mengsel de oceaan overgestoken. En daarbij bewijs geleverd hebben dat dit al werkt. De komende maanden komt daar de waterstof nog bij. Ook in de auto-industrie komen de eerste waterstofauto's de komende jaren op de markt. Bij testen van die auto's bleek de veiligheid van de waterstoftank een probleem. Dat is bij vliegtuigen net zo'n groot probleem, nog veel groter. Die eisen zijn veel groter. Dus je moet niet denken aan een container met een opslag van waterstof en daarmee vliegen. Dat zou een brandende bom zijn, een vliegende bom. Nee, wij produceren de waterstof aan boord op de vraag van de motor. Dus op het moment dat de motor energie vraagt, levert de unit dat aan. De nieuwe brandstof voor vliegtuigen levert nieuwe banen op. Voor ons bedrijf denken we aan 20, 30 banen in de regio. Maar de spin-off is enorm, want wij hebben de ambitie in 4D's. Dat betekent dromen, denken, durven en doen. Nou, die eerste 3 fasen hebben we al gedaan. We zijn dus nu aan het doen. En dat betekent dat wij de hele Europese gemeenschap en verder, alle bedrijven die onderdelen leveren aan vliegtuigjes, kunnen gaan helpen die ombouw te laten realiseren. Dat levert enorm veel vraag voor werkgelegenheid. En de eigenaren dan met een goedkopere brandstofprijs te laten vliegen, zoals ze nu doen. Dus weer meer gaan vliegen, weer meer gaan genieten van het werk. Goedkoper en milieuvriendelijker, dat is de bedoeling. Alleen het testvliegtuig heeft er in de kou van vandaag niet veel zin in en blijft staan op vliegveld Hogeveen.